Hoi, ik ben Tessa Hoelemans. Vandaag is Omroep Brabant op bezoek bij het Cambreur College. Ik zit in VWO 6 en vandaag doe ik eindexamen wiskunde C. Hey Tess, de examenzaal is nu nog helemaal leeg. Beginnen de zenuwen al een beetje te komen? Nou, bij mij niet zo, maar ik ben nooit zo zenuwachtig voor een examen. Zenuwachtig is Tess misschien dan wel niet, maar helemaal gerust op een goede afloop is ze ook niet. Daarom heeft ze ervoor gekozen om het examen op C-niveau te doen. Klopt, ik heb zelf wiskunde C gekozen omdat dat makkelijker is als wiskunde A en als de andere wiskunde natuurlijk. En wiskunde is niet mijn beste vak, dus ik dacht ik pak het maar zo makkelijk mogelijk, dan kan ik er beter tegenaan. Dan gaan wij het examen openen, wens ik jullie opnieuw namens ons allemaal heel veel succes. Zet hem op. Als iemand veel ervaring heeft met examens is het Helga van der Welen wel. Ze werkt al sinds jaar en dag op het Cambreur College. Ik denk dat het goed is dat leerlingen moeten kunnen vertrouwen dat het examen past bij hun niveau. Zodat ze zich niet echt zenuwachtig gaan maken en denken van, ja, kunnen ze dit wel vragen? Ze moeten vertrouwen op hun eigen kracht, op datgene wat ze de afgelopen 5 of 6 jaar hebben geleerd. De monden zijn nu dicht voor iedereen. Het gaat helemaal goed komen. Ik moet een 3.7 halen, dus daar zitten we al in. Ik hoef maar een 6.2 te halen om compensatie te blijven staan. Ik sta nu gemiddeld een 5.9, dus dat is net een 6'tje. Dus ik hoop dat ik het met het examen ietsjes op kan halen nog. Maar als ik een 5.9 blijf staan, is het ook goed. En of het test gelukt is, hoort ze later als de definitieve uitslag bekend is.